commando offset. Daarvoor ga ik eerst een cirkeltje tekenen. Circle. Met bijvoorbeeld radius 50. Offset is het maken van een parallele kopie van die entiteiten. In het geval van die cirkel is dat dus een concentrische cirkel op een bepaalde afstand. Maar je kunt dat ook doen met lijnen. Een lijn tekenen parallel aan een bestaande lijn. AutoCAD vraagt me hier specify offset distance. Dus wat is de afstand van die offset? Bijvoorbeeld 10 eenheden. Welk object? Die cirkel. En dan als laatste een richting waarin er moet geoffset worden. Naar de ene zijde, in dit geval naar buiten, of naar de andere zijde. Als ik nu klik, heb ik één kopietje gemaakt op afstand 10 van die cirkel. Ik zit nog altijd in het offset commando, dus ik kan herbeginnen. Select object to offset, bijvoorbeeld dat zo net gemaakt objectje, naar binnen. En als je daar een beetje snelheid in krijgt, ziet je, kun je heel snel patronen gaan aanmaken. Ik kan ook naar buiten offsetten. Ik maak steeds kopieën. En laat ons hier afsluiten. Uiteraard werkt dat ook met andere entiteiten, zoals lijn, line. Een willekeurige schuine lijn tekenen. Dat offsetten. 10 is goed. Die lijn naar onder. En ik kan die kopie nog eens kopiëren. Naar onder, naar onder, naar onder, naar onder. Als ik het nu volledig wil doen, ben ik wel een tijdje bezig. Je kunt om dat te versnellen ook een multiple doen. En blijven klikken tot je er genoeg hebt. Stel dat ik hier wil afsluiten. Door op Enter te klikken, sluit ik het commando af.